Ik ben Dickie Spits en ik lees voor u Matteüs 9. Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: wat een godlasterlijke taal. Jezus doorzag hun gedachten en zei: waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is makkelijker te zeggen, uw zonden worden u vergeven, of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem: volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen: waarom vasten wij en de fariseeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? Jezus antwoordde: bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een leider van de synagoge naar hem toe, die voor Jezus neerviel en zei: mijn dochter is zojuist gestorven, kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven. Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, want ze dacht: als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. Jezus draaide zich om en bij het zien van de vrouw zei hij: wees gerust, uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, zei hij: ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt. Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem 2 blinden, die luidkeels riepen: heb medelijden met ons, zoon van David. En nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hun: gelooft u dat ik dit kan doen? Ze antwoordden: zeker, Heer. Daarop raakte hij hun ogen aan en zei: zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren. En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: zorg ervoor dat niemand het te weten komt. Maar na hun vertrek verspreidden ze het nieuws over hem in de gehele omgeving. Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld. Men zei: zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien. Maar de fariseeën zeiden: het is dankzij de vorst der demonen dat hij demonen kan uitdrijven. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk
en genas iedere zieke en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.